Hij zit erin. Wij gaan naar Verdun. Tot later. Nou, we zijn net in Frankrijk aangekomen. Oh jongens, dit is prachtig. Kijk dit. En dit is nog maar het begin van Frankrijk. Ik zit nu in Moulin Saint-Hubert. Dit is een klein stukje over de grens van België. Nou heb ik onderweg bij België ook al hele mooie dingetjes gezien hoor. Maar dit jongens, dit vind ik toch weer prachtig mooi. Dit is echt Frankrijk. Dit is wat ik wil zien van Frankrijk. Bergen, mooie landschappen. Ja, echt super mooi. Super mooi. Nou, na heel wat zandpaden over te zijn gekomen, hebben we het gered. We zijn bij camping Les Bruels. Het is heel mooi. Ze hebben hier winkelen, barretje, zwemmen. Maar we gaan hier natuurlijk in Verdun, want daar zijn we nu. Daar heeft de grootste slag van de Eerste Wereldoorlog plaatsgevonden. Verschrikkelijk wat hier gebeurd is. Er zijn hier 300.000 soldaten gesneuveld. En dit is ja echt heel erg. Maar wij gaan sowieso eerst de camping op. Dan gaan we even uitrusten. En dan neem ik jullie mee naar heel wat mooie monumenten en heel wat mooie plekken hier in Verdun zelf. Dus ik ga eventjes mijn tent opzetten en ik zie jullie later weer. Nou jongens, de tent staat weer en het is nu tijd voor een lekker drankje. Ik zeg proost op het campingleven. Ik ben nu onderweg naar de stad en voordat wij bij de stad terechtkomen, moeten er een paar hele mooie beelden van oude militairen staan. Ik zie daar al drie beelden staan. Ik zie hier ook drie beelden staan. We gaan ze eens even bekijken. Nou, wat ik heb begrepen, zijn dit allemaal commandanten van de Eerste Wereldoorlog en van daarvoor nog in de tijd van Napoleon. Dus ja, en er staan er nog wel meer dan 6, wat ik dacht. Want er staan een heleboel. Ik zie hier ook al een gigantisch groot fort. Jullie kunnen het hier zien. Dat is de muur van het fort. Nou, helaas is het verboden om binnen te filmen, dus we kunnen alleen maar de buitenkant bekijken. Hier staat een ondergrondse bunker. Deze bunker die werd bewaakt door 2 grote kanonnen. En ja, hier zaten dus heel veel soldaten, mensen, burgers in verscholen.
toen het de Eerste Wereldoorlog was. Ook helaas zit deze bunker dicht. Ze zijn aan het verbouwen. Ik ben op de juiste tijd in Verdun gekomen. Nou, we gaan nog eens even verder kijken wat hier allemaal te doen is. Want er zijn nog gigantisch veel historische dingen te zien hier. Zo ontzettend veel van Frankrijk, hè? Je kan hier nog voor €2,50 een lekker pintje drinken. Dus dat zullen wij ook veelvuldig gaan doen. Proost! Nou jongens, het is 26, 27 graden hier. Ik ga even op het terrasje zitten. Ik ga even afkoelen. En straks gaan we wel meer leuke plekjes in Verdun bekijken. Tot dan. We zijn nu aangekomen bij een prachtige plek. Dit is het ossarium van Domont. Even kijken of er geen verkeer aankomt. Dit is echt werkelijk niet te geloven, jongens. Kijkt u eens mee. Stay in at home. Turn off the phone, I will listen to you. You lay in the sheets, you hold on to me like I'm already gone. And whisper your words like secrets written in an old moleskin. And look up above. Allemand Alexandre, Hermet Jean-François, Louis Marcel, Henri Louis. Het zijn trouwens niet alleen maar onbekenden. Er staan allemaal namen op alle graven. Maar mijn god, wat een bult. Dit is
Ja, dit is onbeschrijfelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. Wearing the skirt that my mother gave to you. I come up behind you and kiss on the side of your neck a few. And turn off the lights, the stars in the sky are turning so clear. And without the word, feelings unheard can still be just as sincere. But something's not right. Na dit prachtig mooie ossarium gezien te hebben, gaan we eens even kijken of hier in de buurt ook een terrasje is. Want daarna gaan wij door naar Fort Donmans. En dat moet er ook wezenlijk prachtig uitzien. Nou, het is weer gelukt. We hebben een terrasje gevonden. Een heerlijke Kronenburg in de hand. En wij gaan eventjes genieten. En dan gaan we zo door naar Fort Domont. Wat een heerlijke vakantie is dit ook. Almost the same, but I know I'm not healed. And something ain't right. Ik ben aangekomen bij het fort. En Fort Domon is dat. En ja, ik ga eens even kijken hoe het er nu uitziet hier. Geniet maar even met me mee. De Duitsers hebben dit fort ingenomen in de Eerste Wereldoorlog en 24 oktober 1916 hebben de Fransen het weer heroverd. Ik ben heel benieuwd hoe dit er binnen allemaal uit gaat zien. Nou, we zitten nu binnen in het fort. Prachtig om te zien. Heel wat weggetjes. Het is echt adembenemend hier. Dit waren dan de bedstellen waar de mensen op lagen te slapen. Ik ben zelf nog nooit in een fort geweest, dus ik vind het wel even een dingetje. Yep, Jampie kan er met zijn hoofd niet door, dus ik moet even bukken. Ah. Nou, volgens mij zaten de Fransen, en daarvoor de Duitsers natuurlijk, hier te koken. Ik weet niet of ik dit wel zo fijn vind. Het is een beetje echoig hier. Zeer onplezierig. Ik hoorde vleermuizen hier al in het rond vliegen. Eens even kijken wat ze hier allemaal hebben. Vleermuizen. Een heleboel. Oeh. Ja.
zijn ook niet mijn favoriete vogels, vleermuisjes. Dus we kijken nog maar even verder. Zo, er zat er mij één bijna op mijn hoofd. Zo jongens, dit was geniaal. Dit was zeer indrukwekkend. En ja, ik ga eens even kijken om het fort heen. Wat er allemaal nog meer te zien is. Het is echt ongelooflijk. Waar wij net nog binnenliepen, daar staan wij nu bovenop. En dit is gewoon een berg met gras. Ik vind het heel onwerkelijk. Heel mooi. Heel indrukwekkend wat ik allemaal gezien heb. Het, ja, vooral het ossarium, al die doden, verschrikkelijk. Het is vreselijk wat er gebeurd is. En na de Eerste Wereldoorlog dachten ze van, nou, laten we dit maar niet weer gebeuren. En wat komt er? De Tweede Wereldoorlog. De mens zal het wel nooit leren. Nou, ik heb hier echt, wat van opgestoken. En ik vind het zeer indrukwekkend allemaal wat ik gezien heb. Wij gaan vanavond maar eens even rustig barbecuen. En morgen gaan wij naar Lac du Bourget. Dit is een hele reis. Dit ligt 600 kilometer richting het zuiden. Vanaf hier. Lac du Bourget, dat is het grootste originele gletsjermeer wat compleet in Frankrijk ligt. En ik zit daar aan het bovenste topje. Kom ik terecht op een camping. En wij gaan dat meer maar eens even in het rond. En wij gaan maar eens even kijken wat daar te doen is. En wij gaan daar heel veel genieten natuurlijk. En even ontspannen. Want ik heb nu alweer genoeg cultuur gezien voor de komende paar dagen. Jongens, ik ga lekker barbecuen. En wij zien elkaar als wij naar Lac du Bourget gaan. Tot later!